person carrying a knife. Hoi, Mel zat te vallen. Hier komen. Hier is een achtervolging aan de gang, gestolen gevangenenbus. Uitstappen. Hij gaat van de OK, OC achtervolging. Door het park. Verkeer gaat goed aan de kant. Reageert er goed op. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LDCP voor en more. Dit is Wim. Wim is vandaag een nachtje bij de verkeerspolitie. Eigenlijk heet het nu officieel de landelijke eenheid, geloof ik. Met de Volvo's, wat houdt dat in? Ik ga in ieder geval de snelweg op. Voertuigcontroles, ANPR zit er helaas niet in. ANPR is Automatic Number Plate Recognizer. Dus als er iemand langs rijdt die niet deugt, dan krijg ik daar een melding van. Nu moet ik zeggen, tot we op de kaart, ik zal nu even kijken, dus er was wel ergens, nee toch niet. Altijd rijdt er wel een wit bolletje ergens. En dat witte bolletje, dat betekent, dat klopt iets niet met dit voertuig. Kan zijn, die is aan het bellen, die is dronken, dus zo komen genoeg mensen tegen die niet in het verkeer horen. Het is regenachtig, rot weer, maar goed, wij gaan de straat op. En in ieder geval, ik ga proberen hier de snelweg op te gaan. Je zult gaan zien. We komen waarschijnlijk niet verder dan. We zullen waarschijnlijk niet verder komen dan hier. Om vervolgens weer een melding hier te krijgen. Dus we gaan het gewoon om ons af laten komen. De melk staat aan. Hier staan de motors. Maar die dat is niet echt weer voor vandaag. Ik zal even voertuigcontrole doen. Stel er is een ongeval, kunnen we het verkeer daarop wijzen. Maar dat is ook groot licht zo te zien. En dan hebben we nog oranje. Die we misschien wel iets sneller kunnen laten. Misschien met 11. Of dat ook. Ja, dat vind ik wel een mooi. Kijk, hier hebben we linksonder. Daar zo al een wit bolletje. Maar we gaan gewoon nu eerst richting snelweg. Ja, de kans tot we meldingen van ongeval krijgen is groter dan normaal. Het is glad waarschijnlijk. Wat gladder. Met het weer. Maar toch gaan mensen met veel mensen de straat op. 12-01-13, 12-01-01. Hoi, mensen laten vallen. Hier komen. Staan blijven voor het getaste. Mensen laten vallen. Liggen. Vallen. Loslaten. Nou goed, daar gaat in ieder geval meewerken. Daar werk je mee. Oké, goed. Een aangehouden voor verboden wapenbezit. En daar ligt het mes. Keurig. Kom maar mee. Ja, die ga ik even snel zelf brengen. Want het is hier waar, hier zo, waar we net starten. Daar kun je de verdachten wegbrengen. Ja, kijk, natuurlijk. Ik weet niet voor de mensen die Michael, niet Michael van... niet Michael van, hoe heet het? Van Jan Willem, maar andere Michael volgen. Michael van die eerst bij politie Rotterdam heeft gezeten. Die zit nu bij de landelijke eenheid, ook in de Volvo's en op de motoren. Ja, en die kreeg ook een melding van een binnenbrand. Ja, daar gaan ze heen. Als het nodig is, dan rijden ook de Volvo's en de motoren van de landelijke eenheid op noodhulpmeldingen. Het blijft politie, zoals zij zelf ook zei. Want ik zei van, oh, jullie nemen ook noodhulpmelding aan. Ja, tuurlijk, we blijven politie. Dus ja, ook als daar iemand met een mes loopt en ik rijd daar, ja, dan ga ik echt niet zeggen, ja, stuur hem aan de trap af, want wij zijn wel een landelijke eenheid voor de voertuigen. Mooi niet, hè? Maar wat ik al zei, we komen niet echt ver, denk ik. Kijk, dat zag ik, vriend. 12-01-13, 12-01-13. Oh, keuzes. Goed, ik ga... Ja. Vrijstelling ingezet. Links afslaan, rood licht. Oké.
Ik word gebeld, wacht, ik moet nog even opnemen. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik ga het jullie zo vertellen. In ieder geval nu, een voertuig links van mij, even kijken welke, zijn internationale drugsrunners. Ik ga in ieder geval even hier staan. 12013. Oh wacht, kut, hij gaat er sneller op. Ja jongens, ik weet het. Nee! Is hij nou weg? Is het de achterste hier? Het was deze, ik heb op de X gedrukt. Ik ben even met mijn toetsenbord aan het kloten. Het is deze, hè? Ja, dit is hem. Die gaan we gewoon aanhouden. Ik heb op de X gedrukt en dan gaat deze melding weg. Dank u wel. Dus, ja, goed, deze wordt... Dat is zo zonde, hè? Dan druk je... Normaal doe ik altijd met de controller en dan nu doe ik... Hallo. Ja, ga naar die zien. Nope. Ja, oh, daar baal ik nu wel echt van. Het was een vette melding. Nou goed, ik kan er nu niks maken. Goed. Ja. Fijn nog verder. Goed, waarom ik opeens zo stopte, dat mogen jullie best weten. Ik werd gebeld. Oh, mijn sirene is dan. Ik was gisteren, ik was aan het lopen en ik word aangesproken door zo'n jongen. Oh ja, hoi, hoi, bla bla bla, heel gesprek over blijkbaar werk wat hij heeft en doet. En meldt mensen voor aanneemt. En dus mensen op straat vragen of ze het leuk vinden. Nou, ik had gewoon een gesprek met die gast en hij vroeg me opeens van, hey, kun je dit dan eens even invullen? Dus ik zo, ja, tuurlijk, geen probleem. Dus ik dat invullen en wat bleek nou, toen ik me een soort van had aangemeld als bijbaantje daar zo. Ja, ik dacht zo, ja... Een beetje raar. Dus ja, nu werd ik al door een onbekend nummer gebeld. Dus ik dacht, dat zullen hun wel zijn. Want ze zeiden, ik ga je bellen. Ja, ik heb even duidelijk gezegd van... ja, luister. Mogen jullie misschien de volgende keer even beter zeggen. Van tot ik me aanmeld voor iets. Maar ik heb daar nu geen interesse in. Dus ja, dat. Ja, algemene controle kenteken. Mercedes E-klasse. Niks mee aan de hand. Gassen en invoegen. Dan gaat nog iets. Oeh, die rijdt lekker hard. En dat is weer zo'n auto. Wat gaat hij allemaal doen, joh? Rechts inhalen. Ja, nu rijdt die vrachtwagen ook wel vervelend. Links. Bumper kleven. Dan ben je volledig naar rechts. Nee, wat doe je nou de... Zo, die rijdt hard, joh. Ik ben even in die trainer aan het kijken. Maar ik zie het zo snel niet. Ik wil even zo'n kilometer per uur. Ben ik naar zijn scheel? Staat dat hier? Staat het gewoon hier? Ah, daar. Maar waar staat het? Oké. Okay. Wat zijn we allemaal aan het doen, mensen? Ik vind die heel raar rijgedrag hebben hier links. Echt zo gehaast. Gas geven, dan maar remmen, omdat ze, ja, ze kan niet doorrijden. Stop voor heb ik aangezet. Ik laat er even meteen volgen. Want dit is niet veilig hier. Zijn we hier in ieder geval de snelweg af. Kunnen we hier even rechts of zo even een veilig plekje zoeken. Even vragen waarom de haast. Ja, lekker pik.
Ja. Zo typisch. Hallo. Mag ik even een rijbewijs van u zien? Kate, dankjewel. Goed Kate, was het voertuig van u? Ik ga het volgende kenteken voor u aantekenen. Oké, goed Kate. Waarom de haast? Heeft u daar een reden voor? Nou ja, oké. Goed, u mag doe wat rustiger. Erg bumperkleef, ik vond het een beetje raar. Ik heb geen meting kunnen doen, dus dat is uw geluk geweest. Maar ik krijg wel van mij een bekeuring voor het rechts inhalen. Nee, weet je, heeft u geluk mee? Ik snap het vervelend van die vrachtwagenchauffeur. Ik laat het er even bij, want de auto voor u deed het ook. Dus dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Fijn dag verder. Bericht voor alle wagens. Even mee kunnen uitkijken naar een verdacht voertuig. Oh ja, helemaal daar anders. Ja, mooi niet hè. Kan ik weer niet afronden die melding. Ik zie jullie zo als ik de melding daar heb afgerond. 12:01, 12:08. Ja, landelijke eenheid aangesloten bij de achtervolging C. Hier is een achtervolging aan de gang, gestolen gevangenenbus. Zou geen gevangenen in zitten. Oh, oh, oh. Oh, oh, uit. Ah, shit, shit, au, au. Agent overrijden, maakt het goed. Kan met vervolg. Bus doet er wel alles aan om te ontsnappen, C. Het is echt glad ook hoor. Dus let maar op iedereen. En ikzelf. Nou, oké. Die gaan niet stoppen. Godverdomme. Oké, schoten gelost op het voertuig. Waarbij één band is geraakt. Voertuig rijdt een doodlopende straat in. Is gecrashed. Voertuig is gecrashed. Rijdt weer achteruit. Stoppen. Uitstappen. 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 Uitstappen nu. Goed zo. Zijn meerdere schoten gelost. Ja, wie op een agent in wilt rijden die verwacht, die kan schoten verwachten. Ik heb wel een verkeerde wapen, zie ik. Jullie ben aangehouden, niet aan verplicht, recht van advocaat en die kunnen die ook op het bureau krijgen. Merk ook dat mijn geluid erg zacht is, vergeleken van het niveau van, van het geluid die ik heb. 34%. Normaal ontploffen mijn oren dan, dus ik ga even kijken. Maar ondertussen komt het transportbusje. Oké, alles weer opgelost. En wij gaan weer de snelweg op. En eens kijken wat voor een boefjes hier allemaal rijden. Oh ja.
Die is dronken deze. Status oké, okay, dankjewel. Dat is verhoord. Deze krijg ik stopteken hier zo. Hallo, politie. We rijden een rijbewijs van u hebben. George, dankjewel. George, heeft u iets gedronken? De drugs gehad. Oké, okay, dat wel. Eerlijk dat hij het zegt. Je mag even blazen voor mij. Want ik vind een beetje raar rijgedrag voor de vertoon. Ik knalde bijna op mij, ik weet niet of ik dat door had. Oké, okay, en ik mag ook even deze speekseltest afnemen. Goed, hij heeft er meerdere drugs genomen. Je mag uitstappen, ik ben aangehouden voor rijden. Onder invloed. LSPD, don't make me shoot ya. Ik ga naar het bureau. Waar u wordt voorgeleid aan de hulpofficier van justitie, is er, geloof ik. Niet antwoord verplicht. De voertuig laten we hier staan. Staat hij keurig. Scheelt mij weer. 12:05, ik ben onderweg. Takelwerk of collega's. Ja, oké. Okay. Hoi. Nou, je mag gaan met mijn collega mee. Krijg je de vraag om even om te draaien richting de golfbaan? Nee, wacht, dit is de golfbaan. Richting hier in het water mogelijk een verdacht voertuig. Ja, het is al snel verdacht als het, als het niet op een weg rijdt. Dus we gaan eens een kijkje nemen. Voertuigcontrole, gegevens noteren en eventueel aanhouden. Maar als hij niks strafbaars heeft gedaan, dan kan ik hem ook niks maken. Ja, het feit dat hij daar rijdt misschien. Dat is gewoon een parkeerplaats. Ah, ik ken deze plek. Ja, wat is hier verdacht aan? Hij rijdt in het park, zo te zien. Rondjes door het park. Kom ik daar? Ja. Zorg dat ik niet vast kom te zitten. Dus ik bedoel dat hij gewoon tegen mij op gaat rijden als ik nou voor hem ga staan. Er rijdt er nog een hier. What the fuck doen jullie allemaal hier? Zijn jullie aan het racen hier ofzo? Hij ja, gaat vandoor. Oké, okay, OC achtervolging. Door het park. Uitstappen. Hier komen. Staan blijven. Oh, deze motherfucker. Hier komen. Tackle. Oké. Okay. Staan blijven nu. Geef een trap, hè. Meewerken. Politie geweld. On camera. Nee, oké. Okay. Jongen, 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 jongen. Taser. Oh, god. De faal van 2018. Goed. Wie niet mee wil werken, moet je maar voelen. Liggen. Dat doe je door op je buik op de grond te. Ja, goed zo. Oké, okay. Aangehouden. C eenmaal aanhouding.
Ik ga een transportje, ik ga even kijken in het park, zijn nog een voertuig rijden. Mercedes E-klasse, kenteken niet gezien. Zou dezelfde capriolen zijn aan het uithalen, gewoon door het park slash begraafplaats aan het rijden. Nee, Mercedes E-klasse was geen lijkwagen, dat zie je nog wel eens. Maar dat was het niet. Dat was niet die kleur. Transportje komt deze kant op, knalt tegen het hek aan, logisch. Kom maar deze kant op, want je gaat gewoon zo. Hoi, knal je nou op mijn auto? Goed geregeld, Pik. Ja, dankjewel. Oeh, vaster dan dit kan niet. Nou, nee, ik hoef mijn eigen politie. Een takeltje voor die auto. Doet, 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 doet. Neem hem mee, dan kan ik je weg. Yo, dank je. Stopteken gegeven aan een motor rijden. Oh, nee, je gaat echt niet vandoor. Je kunt echt niet maken met dit weer om met je motor er vandoor te gaan. Zet de volging motor. Een collega vraagt om assistentie. Rijd alsjeblieft prio 1. 1202 OC, we komen eraan. Loopt om ons uit, maar we zijn toch ook best wel snel. Verkeer gaat goed aan de kant. Er goed op. Ik ga waarschijnlijk weer de snelweg af. Ja, bevestigd. Verkeer. Stoppen. Hier komen. Ik probeer hem gewoon eens van zijn motor te slaan. Ja, goed zo. Meewerken voor deze. Ik denk dat je er vrij goed mee wegkomt, vriend. Oké. C, ook weer hier een verdachte aangehouden. Een collega vraagt om assistentie. Had geen kenteken, geen helm en negeren stopteken. Dat zijn de feitjes waar we vandaag mee gaan doen bij deze meneer. Je mag met mijn collega mee. We hebben weer een grandioos de Volvo gesloopt. En hoe? Potnon, dus je gek, daar zijn we te goed in, hè? Een voertuig geslopen. Maar ja, mensen gaan er vandoor. En wat doen wij dan? Wij gaan er achteraan. Is er een hand? Waarom sta je stil? Oh, oh, ja, ga je nu rijden? Ga rijden. Uitstappen. LSPD, don't make me shoot ya. Oké, C-voertuig gaat er vandoor, wordt gezocht bij ons, mogelijk gevaarlijke verdachte. Schoten gelost op het voertuig, waarschuwingsschoten en gericht eigenlijk. Ook deze.
C, zou u ons kunnen vertellen waarom die gezocht wordt? Dat weet ik nou. Oh, oh, burger vol aangereden ambulance naar deze locatie. Zo, we zijn er achterop geknald. Uitstappen. Gaan we laten zien. Even ballen. Zo. Ben aangehouden voor doodslag, poging tot zware mishandeling en negeren stopteken. Je wordt sowieso nog gezocht. Transport je deze kant op. Ligt die mevrouw daarachter nou nog op de grond? 12:05, ik ben onderweg. Dat is mooi. Ja. Get in the car and behave. Nee. Ambulance is ter plaatse bij de mevrouw die zwaar werd aangereden. Ik ga daar ook snel heen. Mevrouw is overleden door de aanrijding. Dan moet het toch echt wel een zware... Ja, dat was het ook. Goed. Meneer krijgt er doodslag bij. Ik ga je trouwen. Ik ben natuurlijk ook gewond. Dus deze collega gaat mij even helpen. Dankjewel. Hoi hoi. Deze melding is ten einde. Goed werk. Mm-hmm. Ja, dankjewel. Ja, dus gewoon vol aangereden door die auto van de zijkant terechtkomen op de grond en ter plekke overleden. Foto. Oké. Okay. Nou goed, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Lekker veel achtervolgingen. Veel gesloopte voertuigen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Citizens report a possible mugging in. Oh, wacht even. Ah oh, nee, dat is te ver weg. Oké. Okay. Ik dacht even dat het voertuig links daar gestolen zou gaan worden. Maar omdat er opeens wit verscheen, maar dat is niet zo. Hij reed wel door, rood trouwens. Dat beseffen we nu, denk ik. Maar nee, dat was niet zo. Dat was een mugging, dus een overval. Maar dat is helemaal daarachter, daar ga ik niet heen. Ik zie jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag bij de volgende video.